Twee Dordtse daken van Zon zijn vrijdagmiddag in gebruik genomen. Op het dak van het stadsdepot in Dordtse Keel 3 en op het dak van de sporthal op het Leerpark zijn bij elkaar meer dan 1000 zonnepanelen aangebracht door Drechtse stromen. Maar dat is nog niet alles, want er komt ook nog een derde locatie aan met zonnepanelen. De gemeente heeft deze twee daken ter beschikking gesteld en heeft inmiddels ook een derde dak ter beschikking gesteld. En we zijn nu aan het onderzoeken of dat dak sterk genoeg is. Dat dak is van de sporthal aan de Spirea 5 naast de Islamitische basisschool. En we hopen binnenkort bekend te kunnen maken dat we daar ook panelen op kunnen gaan zetten. Mocht dat dak niet sterk genoeg zijn, dan hebben we met de gemeente afgesproken dat we naar een ander dak gaan zoeken. Hier op dit dak liggen 626 panelen. En dan hebben we nog het dak op het stadsdepot. En daar liggen 464 panelen. Dit levert 220 megawattuur. Dat zegt niet zoveel, dat is ongeveer het stroomverbruik van 60 gezinnen in een jaar. Dat zijn burgers uit Dordrecht die gezamenlijk in een burgercoöperatie zich verenigd hebben. En ieder heeft een aantal panelen, van 1 tot maximaal 20 panelen, hier gekocht. En om hun eigen stroomverbruik een beetje te compenseren en de uitstoot van hun stroomverbruik te compenseren. Dit is ook bedoeld voor die mensen die dat niet op hun eigen dak kunnen. He, dus mensen die in een monument wonen of in een huurhuis of een appartement en die dus of een ongeschikt dak hebben, die kunnen hier aan meedoen. En je ziet ook mensen meedoen die bijvoorbeeld al wel 6 panelen thuis op het dak hebben, maar dat is niet voldoende voor hun eigen stroomverbruik. En die doen dan hier mee met nog eens keer 4 of 6 panelen. De prijs van 1 paneel is €350. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal panelen wat deelnemers van de coöperatie aan kunnen schaffen. Ja, maximum is eigenlijk 40 panelen, want maximaal zou je 10.000 kilowattuur kunnen compenseren met de regeling die er is. Dat is een wettelijke regeling, dat is wat technisch. Maar dus tussen 1 en de 40 panelen, maar nooit meer dan dat je jezelf je eigen verbruik is. En een paneel die wekt ongeveer 250 kilowattuur op. Dus verbruik je 2000 kilowattuur, dan zou je 8 panelen kunnen aanschaffen. Per paneel wordt stroom opgewekt en voor dat deel van die stroom krijgt de deelnemer de belasting, de energiebelasting terug via zijn energieleverancier. En de stroom wordt door de coöperatie verkocht aan een Green Choice of een Eneco, aan een energieleverancier. En de opbrengst van die stroom wordt na kosten voor verzekering, onderhoud, etc. weer verdeeld onder de leden. Dat is het belangrijkste voordeel voor de deelnemer, want dat krijgt hij rechtstreeks terug via de energieleverancier. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de milieuwinst die we daarmee hebben. Deze panelen die zijn gelijk aan de CO2-opvang van 5500 bomen bijvoorbeeld. Of 13 keer de wereld rond met een dieselauto in een jaar. Dus dat is de besparing die dit oplevert? Dat is de CO2-winst die dit oplevert. En de CO2 dat is wat zorgt voor de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. En daar moeten we wat aan doen met deze energietransitie. En daar draagt dit een steentje aan bij.